Canva is een leuke editor waarmee je relatief eenvoudig mooie handouts, presentatieslides, video's of animaties kunt maken. Daarnaast kun je het inzetten voor opdrachten voor je studenten, want zij kunnen Canva bijvoorbeeld ook gebruiken om presentaties, posters of flyers mee te maken. Hoi, mijn naam is Laura en ik ben van MBO Media Wijs en in deze video ga ik je laten zien hoe je met Canva werkt. Nou, de eerste stap is om naar de website te gaan van Canva. En je kunt rechtsboven klikken op registreren of inloggen. Nou, in mijn geval, omdat ik al een account heb, ga ik inloggen. Nou, als je dan eenmaal een account hebt aangemaakt of je bent ingelogd, dan kom je op deze pagina terecht. En daar kun je kiezen uit een van de vele schablonen die ze aanbieden. Of je kunt zelf een ontwerp maken, hier rechtsboven. Ik zal eerst even laten zien hoe het werkt met een schabloon aanpassen. Dus stel we willen een presentatie en we vinden deze er wel leuk uitzien. Dan kan ik even alle functies afgaan van Canva aan de hand van dit schabloon. Nou, eigenlijk start je dus nu met een ontwerp wat in principe al af is. Maar je kunt hier alles op aanpassen wat je wil. Dus je kunt door te klikken op de tekst. Kun je hier het lettertype aanpassen, lettergrootte, de kleur. Je kunt het allerlei effecten geven. Je kunt het zelfs animeren, maar dan moet je het wel als video opslaan en niet als afbeelding. Nou ja, er is echt heel veel mogelijk. En je kunt alle elementen die hierop staan, kun je ook nog verschuiven, kleiner maken, groter maken, een ander kleurtje geven. Ook animeren. Dus ja, er zijn gewoon echt heel veel opties om dit aan te passen. Ik zal even de knoppen links afgaan. Nou, de eerste is elementen. Daar kun je zelf nog dingen toevoegen. Nou, in dit geval is dat misschien niet echt nodig. Maar stel dat je het leuk zou vinden om nog een extra persoon op de slide te hebben. Dan kan dat door het eigenlijk hier vandaan te halen. Je kunt er ook zoeken naar iets specifieks als je bijvoorbeeld iets zoekt, een pijltje. Of iets dergelijks. Daaronder is tekst, dat is ook een belangrijke. Je kunt zelf een tekstvak toevoegen en wat typen. Of je kunt eigenlijk een voorbeeld gebruiken van Canva. Dus degene met het kroontje zijn voor een betaald account. Maar als jij bijvoorbeeld dit mooi vindt, dan kun je dat toevoegen. En dan kun je daar zelf nog tekst van maken. Dus ja, je kunt echt heel veel doen eigenlijk. Upload is ook nog wel een belangrijke. Daar kun je eigenlijk bestanden van jezelf in Canva uploaden en die vervolgens op je presentatie of poster zetten. Dus bijvoorbeeld een logo of iets dergelijks. Dat kan ook nog. Of als je zelf een foto hebt gemaakt die je graag op je poster wil. En als laatste, wat nu wel even handig is om te bespreken, is tekenen. Nou, dan kun je dit soort dingen doen. Misschien is dat handig voor een bepaalde opdracht. Of als je extra nadruk aan iets wil geven. Als je blij bent met je ontwerp, kun je het hierboven een naam geven. En je kunt hier rechts op delen klikken en daar op downloaden. En dan kun je nog kiezen uit een aantal bestandstypes. Ze hebben er ook bij staan wat dan de beste optie is, precies waarvoor. Dus eigenlijk komen ze heel erg tegemoet overal in. Klik je op downloaden en dan ga je hem opslaan op je computer. Nou ja, in principe blijven de knoppen dan dus hetzelfde met een leeg ontwerp. Maar ik zal het nog eventjes afgaan voor de volledigheid. Dus dan klik je hierboven op een ontwerp maken. Kun je kiezen uit een aantal groottes. Of je kunt zelf een aangepast formaat kiezen. Maar ik ga even voor A4. En dan start je dus echt met een lege pagina. Nou ja, je ziet hier meteen, ze bieden gewoon zoveel opties aan om mee aan het werk te gaan. Maar stel dat je vanaf nul wil beginnen, dan kun je dus zelf elementen toevoegen. Dit soort dingen, dus dat poppetje wat we net ook hadden. Je kunt tekst toevoegen. Tekstvak. En dat kun je dus ook weer allerlei verschillende lettertypes geven. Lettergroottes. Een kleurtje, ja, noem het maar op. En bij uploads weer
kun je je eigen bestanden op je poster zetten. Nou ja, dan geldt hetzelfde. Je kunt het hier weer een naam geven en op delen klikken en dan op downloaden. Je kiest een bestandstype en je downloadt hem. Nou ja, zoals ik al zei, het spreekt dus allemaal redelijk voor zich. Er is heel veel om uit te kiezen, dus ik raad vooral aan om er een keertje zelf doorheen te klikken voordat je studenten de opdracht geeft om hiermee te werken. Dan kun je ze misschien ondersteunen als dat nodig is. En je kunt dus voor studenten een leuke opdracht bedenken, dat ze een poster moeten maken of een flyer, waarbij ze bepaalde prioriteiten moeten stellen misschien. En dus moeten nadenken over wat ze wel en niet op de poster zetten. En verder is Canva ook een heel leuk programma om presentaties mee te maken. En daar vertel ik in een volgende video graag meer over. Maar voor nu, dit was de basis van Canva. En ik wens jullie veel plezier bij het maken van jullie eigen ontwerpen.